En ze zijn weg. En een paar mispasjes van Visage Speel. Visage Speel maakte een paar mispassen. Galoppaarden in het achterveld ook van Peter Hillesen paard. De 4 Fleo Lila. En de leiding was even voor Gustafsson, maar de 5 neemt over Be Good. Be Good, Gustafsson. Daarachter op de 3e plaats Catherine's Chevy. En daarachter volgt Cyril de Tom al op plaats 4. Daarachter volgt dan Gorist de Trio. Gustafsson komt eraan, die wil de leiding overnemen. En dat blijft niet bij willen, hij gaat het ook doen. Gustafsson de nieuwe leider met nog 2 ronden te gaan. Be Good op de 2e plaats, 3e plaats Catherine's Chevy, 4e is Cyril de Tom. Paard dat aan de buitenkant even in het 2e spoor lag en nu weer terug wil naar binnen. Maar er is geen plek meer, is Archibald. Archibald is veroordeeld tot het 2e spoor en gaat nu door naar voren. Maar er gaat ook voor hem uit Cyril de Tom. Cyril de Tom gaat ook naar het 2e spoor en gaat alvast op jacht naar Ebbingen. En Ebbingen leidt met Gustafsson. Gustafsson gaat als eerste de bocht door. Daarachter op de 2e plaats volgt Be Good. Nu de 2e plaats aan de buitenkant voor Cyril de Tom. Verbeek praat daar even met Danens en zou wel graag op de rug van Gustafsson plaats willen nemen. Maar dat gaat niet door. Hij gaat in één keer door naar voren. Nu valt er wel een gaatje. En Gustafsson pakt het bit op aan de binnenkant. Met z'n tweeën lopen ze weg. Verbeek kijkt al naar de binnenkant en zal die kant ook op gaan zoeken. Gustafsson leidt. Cyril de Tom gaat erachter. Be Good ligt op plaats 3. En de rest van het veld kan op dit moment niet meer doen dan aanklampen. Want het gaat heel hard als ze de volgende bocht weer indraaien. Gustafsson, Cyril de Tom. Dan een gaatje naar Be Good en de rest. En Archibald nog altijd in de 2e spoor onderweg. Ligt nu op plaats 5. Voorste 2 beginnen weg te lopen. En ze maken er echt een duel van met nog ruim een ronde te gaan. Gustafsson en Cyril de Tom. Archibald probeert daar ook bij in de buurt te komen, maar is nog altijd onderweg aan de buitenzijde. We hebben nog 1 ronde te gaan. Gustafsson, Cyril de Tom. Daarachter ligt Be Good. En voor Be Good ligt nog, nee, achter Be Good ligt Catherine's Chevy. Dan aan de buitenkant daarnaast Archibald. En daarachter Gorist de Trio. En zo gaan ze dan de voorlaatste bocht in. Gustafsson in zijn element. Cyril de Tom in de wachtkamer. En de rest van het veld om een klein afstandje. En Verbeek is nu al bezig met de voorbereidingen voor zijn aanval die hij straks gaat plaatsen. Die aanval duurt nog wel eventjes, want de tempo vooraan is hoog genoeg en er is een gaatje naar de rest van het veld. Paarden in de rechte lijn overzijde. Gustafsson wordt wakker gehouden door Ebbingen. Daarachter op de 2e plaats volgt Cyril de Tom. Gaatje wordt steeds groter naar Be Good en de rest van het peloton daarachter. Archibald nog altijd aan de buitenkant en ze gaan de laatste bocht in. En nu gaat de versnelling geplaatst worden, maar die wordt geplaatst door Gustafsson. Gustafsson gaat harder en Cyril de Tom klampt aan. Gat wordt heel groot nu naar Be Good en de rest. Archibald nu op plaats 4 en zo gaan ze de laatste bocht door. En inmiddels zijn ze halverwege de laatste bocht. Cyril de Tom wacht met de aanval en Gustafsson wordt al gevraagd voor nog een versnelling. Maar die nog een versnelling die zit er niet meer in. Daar komt aan de buitenkant Cyril de Tom. En Ebbingen weet hoe laat het is. Cyril de Tom aan de buitenzijde is naast Gustafsson, maar hij is er nog net niet voorbij. Nu wel, nu is hij er langs en Cyril de Tom gaat hem heel makkelijk winnen. Cyril de Tom de winnaar, Gustafsson net zo makkelijk tweede. En voor plaats 3 wordt het nog spannend. Het is de 9 die wint. Dan de 2. En derde wordt de 5, Be Good, Nico Danens.